Nu kijk naar het weerjournaal van Weerplaza. Van het westen uit komen wolken onze kant op zetten. En die wolken brengen niet alleen maar de wolken met zich mee. Maar er gaat ook af en toe wat regen vallen. Het zijn geen grote hoeveelheden. Maar het is van tijd tot tijd wat nattig. Met vanochtend temperaturen van 3 tot 5 graden. Vanmiddag komt daar nog wel wat bij. Loopt het kwik op tot een graad of 7 gemiddeld. In de loop van de middag van het westen uit een paar opklaringen. Ook nog een enkele bui. En de wind gaat draaien naar west tot noordwest. En neemt af naar matig kracht 3. Vanavond winnen de opklaringen terrein en dan wordt het droog. Gaat de temperatuur vrij snel omlaag naar 2 tot 4 graden. Bij een zwakke tot matige wind uit een noordwestelijke richting. Die wind draait in de nacht naar het zuiden en morgen trekt die aan. Wordt vrij krachtig langs de kust, misschien wel krachtig. windkracht 5 tot 6. Het raakt bewolkt van het westen uit en er volgt ook regen. Temperaturen 6 tot 8 graden maximaal. Vrijdag trekt de regen snel weg, wordt het op de meeste plaatsen droog en schijnt de zon geregeld. Temperaturen dan een graad of 8 bij een matige tot vrij krachtige westelijke wind. Zaterdag neemt de bewolking en de kans op regen weer toe en zondag is het wat langer druilerig met later op de dag wat zon. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl.